Per 1 januari 2017 is er in Arnhem voor gekozen om de omslag te maken van dagbesteding naar activerend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gaat deze ontwikkeling de juiste kant op? De Arnhemse gemeenteraad sprak hierover. Activerend werk is eigenlijk een nieuwe manier om burgers die eigenlijk, of inwoners die weer een bijdrage willen leveren, echt weer deel willen nemen aan de samenleving en die daar hulp bij nodig hebben om die daarbij te ondersteunen. Wij zijn een zorgboerderij, dus wij bieden dagbesteding, activerend werk en ondersteuning aan een hele groep inwoners uit Arnhem en omliggende gemeenten. Het probleem dat wij zien is dat er nu een soort mal is gecreëerd waarbij iedereen mee moet doen in activerend werk. En alleen de mensen die onder hele strikte voorwaarden, mensen die bijvoorbeeld nog behandeling krijgen, kunnen nog steeds gebruik maken van dagbesteding. Wij vinden dit veel te beperkt, omdat we zien dat we met name de aanbieders zoals wij, die een meer beschutte omgeving bieden, bijvoorbeeld een boerderijomgeving met veel groen en ruimte, dat met name een plek is die geschikt is voor de meest kwetsbare groep inwoners. Activerend werk betekent niet zo dat iedereen maar de stap naar betaald werk kan zetten. Nee, voor sommige mensen zal dat nooit aan de orde zijn. Maar ons idee is wel dat iedereen op zijn of haar manier wel een bijdrage kan leveren. En daar zijn we naar op zoek. En sommigen hebben daar zullen altijd voor ondersteuning voor nodig voor hebben. Moeten zorgen dat die ondersteuning er is. De gedachte achter activerend werk is wel dat iedereen op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren. En dat we willen kijken hoe we dat kunnen organiseren. Maar inderdaad voor een groep blijkt nu ook echt in de praktijk dat echt nog te hoog gegrepen is. En daarvoor bestaat eigenlijk nog klassiek dagbesteding. Dat heet tegenwoordig ondersteuning op locaties. En een van de discussies van vanavond was dat wij misschien in het verleden die mogelijkheid te veel afgeschermd hebben. Wij waren al heel erg ontwikkelingsgericht bezig binnen de dagbesteding. Dus met de tarieven die toen golden, konden wij zeg maar mensen ook gewoon voldoende ondersteunen. En dat konden mensen ook echt stapjes blijven zetten. De tarieven nu zijn zeg maar 30-40% gedaald. Dat betekent dat mensen in een grotere groep moeten functioneren. Dat betekent dus dat er veel minder aandacht is voor mensen. Dat een aantal mensen gewoon afhaakt. Maar tot dusver was de situatie dat een wijkcoach die de indicatie afgeeft, bijvoorbeeld al zei, het wordt activerend werk, ondersteuning op locatie is niet mogelijk. Dus dat betekent dat er gewoon eigenlijk geen maatwerk mogelijk was, want het werd gewoon al activerend werk. Het was in het begin een beetje lastig debat. En natuurlijk is het altijd niet goed om te horen dat mensen buiten de boot dreigen te vallen. Maar ik denk dat iedereen wel heeft kunnen zien dat de intentie gewoon goed is. Dat we nu samen gaan kijken van hé, hoe gaan we dit probleem weer oplossen.